Hallo lieve mensen van het internet. Vandaag weer een shopvlog voor jullie. Mijn tweede shopvlog. Ik heb hierin een grote tas van de Rituals. Hierin zitten wat andere dingetjes ook nog. Ik ben met mijn moeder vandaag wezen shoppen. Wij zijn bij de Action geweest. Wij zijn bij Yamin geweest. Bij Albert Heijn. En bij Rituals. En ik heb hier ook wat dingetjes in zitten die ik heel erg leuk vind. Ik heb één dingetje ertussen zitten, die heb ik wel opengemaakt, want ik heb al deze video een paar keer proberen op te nemen. Dus daar zal ik anders maar even mee beginnen. Dat is dit setje. Ik heb ook al dit geprobeerd. Dit is een setje, voor bijvoorbeeld die zou ik bij deze camera kunnen proberen. Dit is een setje waar je je camera, oh daar zoom ik in, waar je je camera mee schoon kan maken, je lenzen van je camera. Nou, dit is een, dat kun je nou net niet lezen, maar dit is een lens cleaner. Dit is een flesje. En hiermee moet je dus je lenzen schoon kunnen maken. Nou, er komt helemaal niks uit. Dus ik denk dat ik die dop nog even moet repareren. Nou ben ik niet helder. Ik heb nog ook wel, zit ook iets anders bij nog. Dit is een blow brush. Dit is een borsteltje. Dit zit normaal in een hondenspeeltje. Dan maak je een piepgeluidje. En een zacht borsteltje waarmee je dan zo de lens schoonmaakt. Dat alle stofdeeltjes van de lens of zijn. En een microvezeldoekje waarmee je je camera lens afneemt. En dat doe je dan met dat spul, doe je op dat doekje en dan neem je hem af. Ik heb hier nog wat van de, hoe heet ze? De Yamin zitten. Ik heb ook iets, twee dingen in de koelkast staan en liggen. Want één van de twee bevat, die staat ook in de vlog, die ik tegelijkertijd met deze video online ga zetten. Dus als jullie willen weten wat dat is, dan moet je dat heel even in de vlog kijken. Want daar heb ik al een stukje over verteld. Ik kan het jullie wel vertellen, maar ik kan het jullie niet laten zien. Want het ene kan gaan smelten en het andere, dat is nog niet koud genoeg. Heb ik net al even gevoeld. Ik heb een Fanta gekocht van de Yamin. En normaal heb je de smaken lemon en orange. Dus sinaasappel en citroen. En ik heb de smaak berry gekocht. Dat is een blauwe verpakking van de Fanta verpakking. Hè. Dit is met bosbessen erin. Nou, als eerst en het andere is een chocolate fudge. Weet je die nou? Weet je niet meer? Ook een soort van koekje is het. En die staat in de vlog die ik hiermee tegelijkertijd ga uploaden. Nou, dan heb ik deze gekocht, de bottle caps. Dit zijn, ik heb de verpakking dus wel opengemaakt, dus ik kan er even wel zien wat erin zit. Dit zijn kleine snoepjes die verschillende smaken hebben. Dus zo gaan gooien. Bijvoorbeeld deze, dit is een roze bottle cap. En dit is, het zijn wat kleiner dan ik verwacht had, want ze staan best wel groot op de verpakking. Nee, ze staan zo groot op de verpakking. Ze kunnen zijn grape, cherry, root beer, cola en orange. Dit is dan bijvoorbeeld cherry. Ik weet niet of ik die scherp wil stellen. Dit is dan cherry en dit is dan bijvoorbeeld grape. Ik heb ze wel al één geprobeerd, ik ga er nog voor jullie eentje proberen. Ze zijn net, weet je, die suikerhartjes, zo'n textuur heeft, want dat is best wel hard. En dan deze, de selfie ringlamp. Hij wil niet scherp stellen op de ringlamp. Hier zit een lampje, deze kun je dus op je telefoon zetten en als het allemaal donkerder is, kun je... Misschien als ik even uit beeld ga dat hij dan scherp stelt op de camera. Nou, hierin moeten twee AA batterijen. Die zal ik er even in doen. Die had ik al van beneden meegenomen. Dus die zal ik even... Dat zijn deze Philips batterijtjes. Die zal ik er nu even in doen. Ik kan hier heel mooi filmen. Maar ik denk toch dat ik beter even zo naar de bureau ga verhuizen. Want ik kan niet goed alles laten zien. Want hij stelt niet scherp op mij. En dat is heel vervelend. Nou, hij zit erop. Ik heb hem hier in mijn handen. Ik heb hier mijn telefoon. Dit is mijn telefoon. Ik moet hem dus zo op mijn telefoon zetten. En ik heb al een beetje ontdekt hoe dit werkt. Als het best wel donker is, moet hij dus... Hij heeft drie standen. Dus als het donker is, moet je dus in het donker... met die drie verschillende standen beter je telefoonfoto's belichten. Selfiefoto's. Nou, ik zal heel even... proberen... foto te maken. En ik zal het lampje aanzetten. Kunnen jullie de verschillende standen zien? Hoop niet. Ik zal ze iets verder weg houden, want je kan wel aardig blind worden van dit licht. Dat is 1.
Ik zal dit even op een afstand doen, want dan kunnen jullie niet verblind worden. Dit is 1. Dit is 2. En dit is 3. Dus het is steeds feller, zeg maar. Ik kan even een fotootje maken. Nou is het best wel donker. Ik zet hem even op selfie stand. Hij is nou wel goed te zien. Als ik hem even omdraai. Zo. Hey, dan zie je dat hij het scherm gaat verlichten. Dus nu zie je dat hij mij, dat ik beter te zien ben. En als ik nou een stukje in het donker ga staan hier, kan hij veel beter mij verlichten dan als ik hem nu uitzet. Nou ben ik veel donkerder. Dus dat. Nou, dus de selfie ring light. Nou, ik heb deze al een keer, heb ik al hiervoor in de video geprobeerd. Alleen die video ging niet zo goed. Dus nogmaals een beoordeling. Mooie ringlight. Hij is niet zo heel groot. Dus dat scheelt natuurlijk, kan ook in heel veel tassen gewoon makkelijk mee. Nou, ik zeg goed. Nou, dan heb ik hier nog een paar dingetjes van de Rituals en nog wat van Albert Heijn. En nog iets van Action. En dan zijn we er doorheen. Ik had bij Action ook nog sokjes gekocht. Deze sokjes van Lotto. Ben ik heel blij mee. Ik moet deze nog wel passen, dus ik weet niet of ze goed zitten. Het zijn kleine sokjes. Het zijn enkelsokjes. Het is drie paren. En deze, ik vind het prettig om op mijn gimp, als ik op mijn gimpen loop, dat ik gewoon op korte sokjes loop. Dus nou, ben benieuwd of deze goed zitten. Nou, dat dus. Ik heb bij de Albert Heijn ben ik geweest. Ik wou Mentos halen, want ik ga over 2 weken, of een anderhalve, een paar dagen ga ik naar Rotterdam, 2,5 week. En dan wil ik wel Mentos. Dat zijn deze twee verpakkingen heb ik gehaald. Ik heb hier ook Rainbow en Say Hello heb je hiervan. Maar de Hello verpakking is nou de citroenverpakking. Dus die is, en ik hou niet zo van citroen en snoep. Dat is heel zuur. Dus dit is de fruits variant. Hier zit, zat je ook erin. Even kijken. Even kijken, Nederlands. Aardbeien, sinaasappel en limoen en citroen in. Dat zijn deze smaken en dit is gewoon de minst smaak, de blauwe verpakking. Nou, en bij 2 pakjes Mentos kreeg je dus ook deze, dit pakje Uno. Spelletje. Hij wil weer niet scherp stellen, doet hij elke keer nu. Hij wil me niet scherp stellen, jongens. Het scherp. Goed zo. Dit spelletje Uno kreeg je daarbij. Dus bij 2 actieverpakkingen kreeg je een spel Uno. Nou, ik heb nog niet zo vaak Uno gespeeld. Als jullie het weten hoe ik moet spelen, zet het hieronder even in de comments. Dan kan ik het ook een keer spelen. Nou, en dan de laatste dingen uit de tas zijn een douchegel van Rituals. Dit was dus dit was in de uitverkoop. Dus dit stond op de sale tafel. Dit is de Ritual op Anahata. Dit is eentje die afgelopen jaar uit de kerstkalender is gekomen. Die heb ik afgelopen jaar een mini van gehad. En hier zit rozenhout en dennengeur in. Hij ruikt zo lekker. Ik wil eigenlijk van de Ritual of Douw een shower foam innemen. Maar ik vind deze ook zo lekker. Nou heb ik er weer 2. Want ik heb van Balaya heb ik er ook een. Dat is ook een nieuwe lijn. Het is ook een limited edition. Dus deze is nog over van kerst zelfs. En deze badschuim. Van Ritual of Douw. De Go With The Flow Bath Foam. Bath Foam. Oh, zo verschrikkelijk lekker. Ik ben hier heel erg over te spreken. Volgende week ga ik dit ook in het bad uitproberen. Dus ik ben hier heel benieuwd naar. Op dit heel veel schuim gaat geven. Nou, en ik kijk in de tas en ik zie dat de tas leeg is. Dus, oh ja, en dat ook nog ga ik even erbij pakken. Want die heb ik er ook nog staan. Die had ik voor mijn, want ik denk als ik bij mijn opa en oma ben 2 weken dat ik wel veel naar het strand ga. Dus dan gaat deze strandtas van de Action ook mee. Deze heb ik bij Action gekocht. En deze was 6 euro. Nou, daar ben ik heel blij mee. Ja, en hier kunnen dan mijn zonnebrand en mijn boek wat ik mee wil nemen in en alles. En ik ben er super blij mee, dus ik ben heel erg benieuwd. Als ik mijn opa en oma ken, die gaan niet aan het zwembad liggen. Die gaan lekker op het strand liggen, dus dan is zo'n tas wel handig. Het is alleen een beetje jammer dat deze tas nergens een rits heeft, dus dat je hem niet dicht kan ritsen. Dus als iemand voorbij komt, dan ben je je portemonnee kwijt. Hij heeft wel vakjes, zag ik. Dus er zitten wel vakjes aan de binnenkant. Oh, hij kan... Oh!
Kijk nou, hij kan ook als een rugzak. Kijk, dat had ik niet gezien. Kijk, ik kan hem ook gewoon zo dicht trekken. Kijk. Ik kan hem ook gewoon zo dicht trekken. En dan gewoon op je schouders meenemen. En dan kun je hem gewoon zo meenemen. Kan die gewoon dicht. Oké. Okay. Ja, nou, dat had ik niet verwacht. Didn't expect that. Nou, dat is heel erg leuk. Nou, de strandtas. Daar ga ik ook wel eens mijn zonnebrand in gooien. Die kan erin. Nou, hele grote tas. Dus daar kan aardig wat in, denk ik. Neem maar even een bottle cap. En ik wou jullie zeggen... Tot de volgende keer. Zet hieronder even een duimpje omhoog. Dan dat zou heel erg geapprecieerd worden. Abonneer op het kanaal De Autovloggers. En vertel het natuurlijk even op social media door aan je andere vrienden. En tot de volgende keer.